Op een dag nodigt Betje Big Nijntje uit voor thee met koekjes. Nijntje vraagt aan haar moeder of ze mag gaan. Ja, natuurlijk, Nijntje, zegt moeder Pluis. Maar pas goed op met je step. Het is koud buiten en het kan glad worden als het gaat sneeuwen. Ik doe voorzichtig, moeder, zegt Nijntje. En ik zal ook wat van Betjes koekjes voor je meenemen. Nijntje stept naar Betjes huis. Ze komt veilig aan. Betje heeft heerlijke koekjes gebakken en thee gezet. Nijntje en Betje hebben een leuke middag samen. En Nijntje vergeet helemaal de tijd. Plotseling gaat de telefoon. Met Betje, zegt Betje. Het is je moeder, Nijntje, zegt Betje. Ze zegt dat je nu naar huis moet komen, want het gaat sneeuwen. Goed, zegt Nijntje. Ik vond het erg leuk, Betje. Maar dan ga ik nu naar huis. Nijntje trekt haar jas aan en doet haar sjaal om. Pas als ze Betje gedag wil zeggen, denkt ze aan de koekjes voor haar moeder. Mag ik een paar koekjes mee naar huis nemen voor mijn moeder? Vraagt ze aan Betje. Natuurlijk, Nijntje. En Betje stopt nog gauw een paar koekjes in een zakje. Ze legt de zak in het mandje van de step. Voorzichtig rijden, Nijntje, zegt ze. Net als Nijntje op weg gaat naar huis, begint het te sneeuwen. Nijntje stept voorzichtig verder. Er ligt al veel sneeuw en het wordt glad. En als ze van een heuvel naar beneden rijdt... Boem! Nijntje heeft geen pijn, maar ze gaat de rest van de weg niet meer steppen. Thuis maakt moeder Pluis zich al een beetje zorgen. Ik hoop dat er niets met Nijntje gebeurd is, denkt ze. Dan ziet ze Nijntje. Gelukkig. Ze doet snel de deur open. Lieve Nijntje, zegt moeder. Ik ben blij dat je bent gaan lopen met je step. Eerst reed ik op de step, zegt Nijntje. Maar toen gleed ik uit en viel ik. Daarna heb ik de rest van de weg gelopen. Ik heb gelukkig geen pijn. En ik heb ook nog lekkere koekjes van Betje voor je meegenomen. Nijntje kijkt in het zakje. Waar zijn de koekjes? Oh, zegt Nijntje. Toen ik viel, zijn alle koekjes gebroken. Nu zitten er alleen nog maar kruimels in het zakje. Op dat moment komt vader Pluis thuis. Dag allemaal, zegt hij. Wat een mooie sneeuw. Gaan jullie mee naar buiten? Dan gaan we sleeën. Ik niet hoor, zegt moeder Pluis. Het is veel te koud voor mij. Ik blijf liever in de warme keuken. Ik ga lekker verse koekjes bakken. Ze moeten allemaal lachen. En terwijl moeder Pluis verse koekjes bakt, gaan Nijntje en vader lekker sleeën. Op een mooie zomerdag vraagt Nijntje aan haar vader en moeder of haar vriendin Knorretje mag komen logeren. Ja hoor, zegt moeder. En omdat het zo warm is, mogen jullie in de tent in de tuin slapen. Dat is leuk, zegt Nijntje blij. Zal ik dan samen met jou naar Betje Big rijden om Knorretje op te halen? Vraagt vader. In vaders auto gaan ze op weg naar het huis van Betje. Hallo Betje, zegt vader Pluis. Nijntje wil Knorretje graag uitnodigen om vanavond te komen logeren. Als we even haar spullen inpakken, kan ik haar meteen meenemen. Al gauw rijden ze terug naar Nijntjes huis.
De twee meisjes vinden het spannend om in de tent te gaan slapen. Als ze aankomen bij het huis van Nijntje, heeft moeder de tent al opgezet. Het wordt vast leuk, Knorretje, zegt Nijntje. Ik hoop dat je niet bang bent in het donker. Niet als jij bij me bent, Nijntje, zegt Knorretje. 'S Avonds kruipen ze in hun slaapzak in de tent. Het is nu donker. Wat is dat voor geluid? Fluistert Knorretje. Ik ben bang. Dat zijn krekels, zegt Nijntje. Ze chirpen altijd 's nachts. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Wat is dat? Fluistert Knorretje, die nu echt bang is. Dat is de uil. Die zit altijd in onze boom 's nachts, fluistert Nijntje. Daar hoef je ook niet bang voor te zijn. Maar Knorretje is nog steeds bang en ze zegt... Zullen we de tent morgen bij Betje Pig in de tuin zetten? Want ik ben niet bang voor de geluiden in haar tuin. De twee kleine vriendinnen kruipen dicht tegen elkaar aan en vallen eindelijk in slaap. Als het weer licht is, staan ze op. Daar komt moeder Pluis met het ontbijt. Hebben jullie lekker geslapen? Vraagt ze. Knorretje was wel een beetje bang voor alle geluiden in onze tuin, moeder, zegt Nijntje. We willen vanavond in de tent in de tuin van Betje slapen. 'S Avonds pakt vader Pluis de tent in en rijdt de twee meisjes naar het huis van Betje. Mogen we de tent vanavond in jouw tuin opzetten? Vraagt vader Pluis. Knorretje zal beter slapen in jouw tuin. En voor Nijntje maakt het niet uit, want die is niet bang voor nieuwe geluiden. Natuurlijk, zegt Betje. Later die avond liggen de twee vriendinnen in de tent in Betjes tuin. Knorretje voelt zich thuis en valt direct in slaap. Maar Nijntje niet. Ze hoort allemaal enge geluiden. Help, fluistert Nijntje. Ik ben bang. Wat is dat voor eng geluid? Wakker worden, Knorretje. Ik hoor een heel raar geluid. Dat heb ik nog nooit gehoord. Knorretje begint te lachen. Dat is mijn tante Betje. Ze snurkt altijd. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Nu moeten ze allebei lachen. Ze lachen totdat ze in slaap vallen. Nijntje, Nijntje, kom erbij. Met jouw vriendjes reuze blij. Snuffy, Knorretje en Boris Beer. Kijk, ook Betje is er weer. Lekker buiten, iedereen. Niemand blijft alleen. Nijntje, een lief klein konijntje. Nijntje, een pinker konijntje. Nijntje, knuffel konijntje. Nijntje, kijk mee. Het restaurant van Nijntje. Nijntje heeft een hele lieve juf. Iedereen vindt haar lief. En ze is bijna jarig. Alle kinderen uit de klas willen iets voor de juf gaan maken. Nijntje en haar vriendinnen praten erover op het schoolplein. Zullen we een nieuwe jurk voor haar maken? Stelt Aagje voor. Dat is toch veel te moeilijk? Zegt Willemijn. En we weten ook haar maat niet. Waarom geven we geen grote doos met snoep? Ik hou heel veel van snoep, zegt Nina. Maar onze juf houdt veel meer van ijs, zegt Aagje. Iets lekkers is wel een goed idee, zegt Nijntje. Want juf houdt van lekker eten. Zullen we de klas in een restaurant gaan veranderen? Dat is een goed idee, zegt Nina.
bespelen dat we kok zijn en ober. Wat gaan we dan koken? Vraagt Willemijn. Wortelsoep is lekker, zegt Nijntje. Mijn moeder helpt ons wel om het te maken. Ze maken nog wat plannen en spreken af wie wat gaat doen. Nijntje en haar moeder gaan aan de slag. Worteltjes snijden en dan de wortels koken. Ze maken een grote pan met heerlijke wortelsoep. De anderen maken schortjes voor de obers en mutsen voor de koks. Ze versieren borden voor in het restaurant. Ze maken een menukaart met mooie tekeningen. En ze gaan het bureau van de juf versieren, net als in een echt restaurant. Eindelijk is het de dag van juf's verjaardag. Iedereen giechelt en fluistert. De juf vraagt zich al af wat er toch aan de hand is in de klas. Dan begint iedereen te zingen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. De juf is verrast. Wat lief dat jullie aan mijn verjaardag gedacht hebben, zegt ze blij. Ze is heel gelukkig. We hebben een speciale verrassing voor je, zegt Nina. Ja, we gaan een feestmaaltijd voor je maken, hier in de klas, zegt Nijntje. Ze leggen een prachtig tafelkleed op het bureau van de juf. Dan een kaarsje en de menukaart. Ze zetten de versierde borden neer. Nog een glas water, een mes, een vork en een lepel. Wat spannend, zegt de juf. Het lijkt nu wel een mooi en bijzonder restaurant. Ik vind het erg leuk. Ze kijkt blij om zich heen. Maar ze vindt het niet zo leuk dat iedereen om haar heen staat en naar haar kijkt. Dus zegt ze: ik denk dat ik het nog leuker vind als alle koks en obers ook mee eten. Zullen we alle tafels uit de klas tegen elkaar aanzetten? Dan maken we één grote tafel. Als we samen eten, is het pas echt feest. De juf haalt nog meer kommen en lepels. Nu kunnen ze met z'n allen smullen. Er is genoeg heerlijke wortelsoep voor iedereen. Dit is wel een heel bijzondere verjaardag van de juf. Vandaag krijgt Nijntje op school les over de natuur. De juf zegt: de natuur bestaat uit grote dingen, zoals bomen en bergen. Maar de natuur bestaat ook uit kleine dingen die je overal kunt vinden, zelfs in je eigen tuin. Willen jullie morgen naar school allemaal iets meenemen uit de natuur? Iedereen in de klas is opgewonden en begint met elkaar te praten. Wat zullen ze nu eens meenemen? Als Nijntje thuis komt, ziet ze vader Pluis in de tuin. Vader, zegt ze, we moeten allemaal van de juf voor morgen iets meenemen uit de natuur. Wat zal ik meenemen? Kijk maar goed om je heen, Nijntje, zegt vader Pluis. Want ook alles hier in onze tuin is natuur. Nijntje kijkt en ziet een prachtige rode appel. Ze ziet vogels in de lucht. En een kleine worm die uit de grond kruipt. Op de grond liggen een paar prachtige stenen. En natuurlijk staan er overal bloemen. Ze weet gewoon niet wat ze moet kiezen. Waarom neem je morgenochtend geen lekkere rode appel mee? Zegt vader. Dan laat je hem eerst in de klas zien en dan eet je hem daarna lekker op. Dat vindt Nijntje een goed idee. Maar net als zij de volgende morgen een appel wil plukken,
gaat er een prachtige vlinder precies op haar arm zitten. Dat is het, fluistert Nijntje. Ik ga deze vlinder meenemen naar school. Ze loopt heel langzaam en voorzichtig naar school. Ze is heel rustig om de vlinder niet bang te maken. Goedemorgen, Snuffy, fluistert Nijntje. Je mag wel naast me lopen, maar je moet heel stil zijn, hoor. Snuffy kwispelt blij met haar staart en blaft even. Nu vliegt de vlinder weg. En Nijntje is erg verdrietig. Iedereen in de klas heeft iets meegebracht. Nina heeft een leeg vogelnestje meegenomen. En Willemijn mooi gekleurde bladeren. En Aagje heeft een prachtige steen. Ze hebben allemaal iets uit de natuur. En Nijntje? Nijntje heeft niets. Plotseling hoort ze Snuffy blaffen. Die staat nog buiten voor de school. En Nijntje krijgt een goed idee. Ze steekt haar hand omhoog. Juf, zegt ze. Ik heb ook iets meegenomen uit de natuur. Maar ik weet niet zeker of ik haar mee naar binnen mag nemen. Haar? Vraagt juf. Heb je een vriendin buiten staan? Ja, zegt Nijntje. Het is Snuffy. Want een hondje is toch ook een deel van de natuur? Iedereen lacht, ook de juf. Ja, Nijntje, lacht ze. Je hebt gelijk. Snuffy is een mooi hondje en ze is ook een belangrijk deel van de natuur. Laat haar maar gauw binnen. Op een dag wordt Nijntje wakker gemaakt door haar moeder en die fluistert. Nijntje, opstaan. Vandaag is vader jarig. Zullen we samen een chocoladetaart voor hem bakken? Ja, dat is leuk, zegt Nijntje. Vader is dol op chocoladetaart. En ik ook. Ik ga meehelpen. Mag ik dan ook de lepel aflikken? Ja hoor, Nijntje, zegt moeder. Ik heb alleen geen chocola meer in huis en ook niet genoeg boter en meel. Wil jij naar Tante Trein gaan? Misschien kunnen we van haar wat lenen. Natuurlijk, moeder. Tante Trein bakt altijd taarten. Ze heeft die spullen zeker in huis. Moeder Pluis geeft Nijntje een mandje en zegt... Zal ik het voor je op een lijstje schrijven? Nee hoor, ik kan het wel onthouden. Chocola, boter en... meel, zegt Nijntjes moeder. Ja, meel, zegt Nijntje. Dat wilde ik net zeggen. Goed, Nijntje, ga maar, zegt moeder Pluis. Maar onthoud, zonder meel kan je geen taart maken. Nijntje neemt het mandje en zegt hardop... Chocola, boter, meel. Chocola, boter, meel. Onderweg komt ze Betje Big tegen, die ook een mand bij zich heeft. Dag Nijntje, zegt Betje. Waar ga je naartoe? Chocola, boter, meel, zegt Nijntje. Je probeert je boodschappen te onthouden, zegt Betje. Ik ook. Ik ben onderweg naar de winkel. Ik moet onthouden dat ik vanille, room en meel koop. En ik ben onderweg naar Tante Trein. Ik moet chocola, room en meel halen, zegt Nijntje. Wat goed dat je alles nog onthouden hebt, zegt Betje. Vanille, room, meel. Vanille, room, meel. Vanille, room, meel. Dan ziet Nijntje Barbara Beer. Goedemorgen, Nijntje, zegt Barbara. Ik heb net boodschappen gedaan. En ik heb aardappelen, melk en suiker gekocht.
is grappig, zegt Nijntje. Ik ben onderweg naar Tante Trein om vanille, room en suiker te lenen. Vanille, room, suiker. Vanille, room, suiker. Vanille, room en suiker. Vanille, room, suiker. Dankjewel, Tante Trein, zegt Nijntje. Alsjeblieft, moeder, zegt Nijntje. Hier is de vanille, de room en de suiker. Zie je wel, ik heb alles onthouden. Nijntjes moeder lacht. Weet je zeker dat je het goed hebt onthouden? Waar is de chocola? En de boter? En waar is het meel? Oh, zegt Nijntje. Wat erg! Ik was helemaal in de war. Nu kunnen we geen chocoladetaart maken voor vaders verjaardag. Het geeft niet, Nijntje, zegt moeder. Met vanille, room en suiker kunnen we heerlijk vanille-ijs maken. 'S Avonds aan tafel is het feest en vader Pluis zegt blij. Dit vanille-ijs is heerlijk. Wat een goed idee. Moeder knipoogt naar Nijntje. En samen smullen ze van het verjaardagsijs. Nijntje, een lief klein konijntje. Nijntje, een pinker konijntje. Nijntje, knuffel konijntje. Nijntje, tot gauw. Nijntje, Nijntje, kom erbij met jouw vriendje. Reuze blij, Snuffie, Knorretje en Boris Beer. Kijk, ook Betje is er weer. Lekker buiten, iedereen.